Goeiedag, ik ben Monique Drielinger. En op dit moment ben ik een boek aan het lezen, die me echt aanspreekt. De titel van het boek is De Ongemakkelijke Mensen van Ellie Biesters. En waarom het mij zo aanspreekt, is omdat het in de 70e jaren zich afspeelt. En dat is ook mijn tienertijd. De schrijfster was toen ook, had ook die leeftijd. Het is eigenlijk een biografie. Maar het gaat eigenlijk meer over de opa. Ze komt uit een klein dorpje in de Uiterwaarden, in de buurt van Tiel ergens. En in dat dorpje zijn ze echt blijven steken in de tijd. Ze leefde, je kan ongeveer zeggen dat ze in de jaren 40 leefde, terwijl het in werkelijkheid zich afspeelt in de jaren 70. Nou, de thuissituatie was verschrikkelijk. Die oma was een slavin. En de twee broers waren ook heel vervelend tegen die oma. En nou, in ieder geval, zij kwam als klein meisje regelmatig om te helpen. En dat beschreef ze allemaal. En voor de rest zocht ze troost bij de dieren, bij het hondje en zo van die opa en oma die ook niet zo leuk werd behandeld. Wat ik ook zie om me heen is dat heel veel culturen zijn, weet je wel. Die komen van agrarische gemeenschappen. Hè? En die leefden eigenlijk in eerste instantie ook precies zo. Dus ze leven eigenlijk zoals hoe we in de jaren 40 leven. Terwijl we nu bijvoorbeeld 2019 leven, weet je. Dus dat herkende ik ook. Ik raad jullie aan om het boek te lezen, want mij heeft het in ieder geval geraakt.